Ik ben Hans, dokter-stagiair van de KU Leuven in het Sint-Franciscus ziekenhuis van Heusden. Hier coördineer ik de stagiairs en loop zelf stage op verschillende diensten. Ik brief de laatste COVID-richtlijnen rond veiligheid en behandeling aan mijn collega's en we brengen de huisartsen samen op de hoogte van de toestand van hun patiënten. Je bent achterovergevallen eigenlijk. Dan. Je bent zo onderuit geschoven en dan zo op je elleboog gevallen. Wat we voornamelijk zien bij die COVID-infecties, is dat er perifere aantasting is aan de buitenkanten. Mm-hmm. En dat het matglas is. De radiologen voorzien opleidingsmomenten over corona voor stagiairs. Samen met het management kijk ik waar we ons optimaal kunnen inzetten op leerrijke plaatsen. We helpen op COVID-afdelingen en verpleegeenheden, met speciale aandacht voor communicatie tussen patiënten en familie. Dit wordt afgewisseld met klinisch werk als dokter-stagiair op verschillende diensten. Zo blijft onze stage leerrijk, terwijl we ons steentje bijdragen aan de zorg voor onze patiënten. Dat is allemaal heel goed. Onze ervaringen van onze dienst worden teruggekoppeld aan de directie en we sturen bij waar nodig. Ik ben heel blij dat ik in het Sint-Franciscus ziekenhuis de kans krijg om mee te strijden tegen corona.